De eerste deelvraag van deze historische context beslaat een lange periode, namelijk van tijdvak 5 tot en met tijdvak 7. En in deze video staan twee kenmerkende aspecten uit tijdvak 7 centraal, namelijk de verlichting en de democratische revoluties. Eerst even terug naar die verlichting. Wat was dat ook alweer precies? Dat was een denkstroming die in de 18e eeuw opkomt, en ja, dat waren uh, verlichte denkers die meenden dat alles met behulp van het verstand kon worden verklaard. En als ze maar de reden hun verstand zouden gebruiken, dan zou dat bijdragen aan de vooruitgang van de samenleving. En zij dachten dus na over sociale verhoudingen, over een beter bestuur, over een andere economie en over uh, de rol van religie in de samenleving. En die stroming van die verlichting is enorm invloedrijk geweest, want het zorgde echt voor hele grote veranderingen in het denken over hoe mensen samen moeten leven. En waar ze dus uh, niet van waren, was uh, zo'n samenleving die gebaseerd was op erfelijke rechten en plichten of religieuze ideeën. Uh, traditie en bijgeloof en dergelijke. Eigenlijk heel simpel gezegd: ja, we doen het omdat we het altijd zo gedaan hebben en we doen het omdat uh, de kerk of de staat zegt dat we het zo moeten doen. Nee, dat vonden ze helemaal niks. Zij wilden heel graag een samenleving die gebaseerd was op de reden. Daar streefden zij naar. Het verlichte denken ontstaat in Europa, maar het slaat ook al heel snel over naar die Britse kolonie in Noord-Amerika. De Europese kolonisten die komen ook in aanraking met die verlichte ideeën. En dat gaat over ideeën van denkers zoals Rousseau, Locke en Montesquieu. En die drie die wil ik er ook even uitpakken. En dan gaat het met name over het idee van volkssoevereiniteit, over het idee van natuurlijke rechten en over het idee van de zogenaamde trias politica. Nee, ik zal kort op deze drie begrippen ingaan. Het is een hele korte samenvatting, maar dan heb je in ieder geval de kern te pakken. Die drie gasten zelf die hebben er boeken en traktaten over volgeschreven. Wij blijven even beperkt tot een paar bullet points. Maar goed, eerst dus volkssoevereiniteit. Wat betekent dat? Heel simpel: het volk is soeverein, oftewel de bevolking heeft het hoogste gezag. De uiteindelijke macht, de uiteindelijke zeggenschap ligt bij de bevolking. En een, een, een regering, een overheid, die moet dus ook in dienst staan van die bevolking. En die is dus vaak ook gebonden aan een grondwet. Die overheid die moet rechtvaardig handelen. En wat dan rechtvaardig is, ja, dat wordt in zo'n grondwet opgesteld. Maar nogmaals, de overheid is dienstbaar aan de bevolking. En is die overheid niet dienstbaar aan die bevolking, voert die niet de wil van de bevolking uit, dan mag de bevolking in opstand komen tegen die overheid. Dat is met name John Locke die daarvoor pleit. Ja, en John Locke is ook van de natuurlijke rechten en uh, hij zegt eigenlijk dat ieder mens heeft bepaalde onvreemdbare rechten, oftewel rechten die, die, die iedereen mag hebben en die niet afgepakt van iemand mogen worden. Ieder mens heeft van nature recht op leven, vrijheid en bezit. En van anderen mag ook echt verwacht worden dat zij die rechten respecteren. En je gaat dus niet zomaar iemand van zijn vrijheid beroven of je gaat niet zomaar iemands bezittingen stelen. Nou, en als laatste, dan nog Montesquieu, die met het idee van de scheiding van de machten, de trias politica, kwam. Volgens hem was het heel belangrijk dat er binnen bestuur geen machtsmisbruik kon plaatsvinden. En daarom pleit hij voor een uh, scheiding van de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht. Als die van elkaar gescheiden zijn, uh, dan zal er geen machtsmisbruik plaatsvinden. De ene macht kan de andere namelijk controleren. Nou, terwijl deze ideeën dus steeds meer voet aan de grond krijgen in die Noord-Amerikaanse koloniën. Uh, zie je dat tegelijkertijd uh, de bevolking van de koloniën ook steeds kritischer wordt op de houding van de Britse regering? Er komt steeds meer kritiek op Engeland. En waar zit hem dat dan in? Nou, die Amerikaanse kolonisten die waren erg hecht aan hun uh, vrijheid. Ze hadden veel vrijheid in hun eigen bestuur. En uh, ze hadden ook heel veel vrije handel. Hè. Ze konden handelen met iedereen met wie ze wilden, met ieder land dat ze wilden. En dat vonden ze heel erg tof. Maar tegelijkertijd zagen ze ook dat er een nieuwe Engelse koning was, George III. Die uh, eigenlijk bezig was om uh, absolute macht te krijgen. Die wilde het parlement buitenspel zetten. en die wilde vooral zoveel mogelijk zelf beslissen. Ze zagen ook dat er steeds meer belasting van hen gevraagd werd omdat de Engelse oorlogen moesten financieren. En tegelijkertijd werden ze daarom gedwongen om alleen nog maar eh, producten te kopen van Engelse handelaars. Zo werd er bijvoorbeeld opgelegd door de regering van die George III dat de Amerikaanse kolonisten alleen nog maar thee mochten importeren via de British East India Company. En dat ging dus ten koste van de vrije handel. Nou, dit waren dus allemaal zaken waar ze dus niet blij mee waren. En dat zorgde voor nogal wat ergernis en frustratie bij de kolonisten. En eigenlijk was hun grootste frustratie heel simpel: ja, hey, wij moeten wel belasting betalen, maar we hebben geen politieke vertegenwoordiging in het Engelse parlement oftewel uh, het feit dat uh, die belastingen omhoog gaan of dat die verplichtingen over de handel worden opgelegd, daar hebben wij niks over in te stemmen, daar kunnen wij niet over mee beslissen. En die kolonisten die gingen zich dus afvragen wat ze ermee moesten doen, was heel veel debat binnen die uh, Britse kolonie in Noord-Amerika. Hoe moeten we het aanpakken? Maar uiteindelijk kwamen ze er toch op uit dat ze uh, no taxation without representation wilden, oftewel wij willen uh, geen belasting meer betalen als wij niet ook vertegenwoordigd worden in het Engels parlement. En uiteindelijk leidt dat na een aantal protesten tot het uitbreken van de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog. In 1776 roepen zij die uit. En dat doen ze op basis van het idee van John Locke dat je tegen een regering in opstand mag komen die zich niet goed gedraagt naar jou. En er volgt een aantal jaren van oorlog tussen de Amerikaanse kolonisten aan de ene kant en troepen van de Engelse koning aan de andere kant. Maar uiteindelijk weten de kolonisten die, die oorlog te winnen en worden de Verenigde Staten uitgeroepen. En die Verenigde Staten worden een onafhankelijke federale staat. Het wordt dus een nieuw land, een nieuwe staat, maar het wordt dus een federale staat. En daar moeten we toch even op ingaan. Want dat betekent dat ze aan de ene kant een federale overheid hebben, maar dat er aan de andere kant ook heel veel deelstaten zijn. Ja, en dat is nu nog steeds zo natuurlijk. Hè. Het zijn de Verenigde Staten, dus daar zit al in. Het zijn deelstaten die op, op sommige gebieden samenwerken. En tegenwoordig zijn het er een stuk of vijftig, bijvoorbeeld eh, Californië en New York en Florida en dergelijke. Nou ja, in die tijd waren het dus dertien, die dertien Britse koloniën, dat waren de eerste dertien deelstaten. En eh, ja, die mochten over heel veel gebieden mochten zij zelf zaken beslissen, maar over een aantal zaken besloten ze ook samen te werken en dat deden ze in die federale overheid. En wat deed die federale overheid dan? Nou, die besloot bijvoorbeeld over de buitenlandse politiek. Het is wel handig als je met alle dertien staten samen uh, toch uh, met, met één mond naar het buitenland toetreedt. Uh, ook oorlog en defensie, dat, dat werd ook op federaal niveau besloten. Dus niet dat één van de staten uh, tot een oorlog uh, met, weet ik veel, Frankrijk of zo overging. Nee, dat kun je het beste maar samen aanpakken. Hetzelfde geldt voor de financiën en de belastingen die daarmee te maken hebben. En ook is het wel handig als je zorgt dat er niet te veel handelsbarrières zijn tussen die verschillende deelstaten. Dus dat soort afspraken die werden ook op federaal niveau gemaakt. Maar uiteindelijk lag en ligt er nu nog steeds heel veel macht bij de individuele deelstaten. Want uh, die hebben een eigen regering en een eigen parlement. En die bepalen dus bijvoorbeeld zelf hoe een onderwijs in elkaar steekt. Uh, die bepalen bijvoorbeeld ook uh, zelf welke bevoegdheden de politie krijgt. En die bepalen bijvoorbeeld ook zelf hoe de rechtspraak geregeld wordt. En dat zie je nu nog steeds. De ene staat er is bijvoorbeeld nog wel de doodstraf, en in de andere Amerikaanse staat is de doodstraf niet meer. Dat is dus een voorbeeld van hoe die rechtspraak op deelstaatniveau geregeld wordt. Maar goed, deze hele democratische revolutie die de Amerikaanse onafhankelijkheid tot gevolg had, die was natuurlijk vooral ontstaan vanuit de ideeën van die verlichting. En uh, die Verenigde Staten die krijgen dan ook een grondwet die gebaseerd is op de ideeën van de verlichting. Dus dan wordt die natuurlijke rechten van John Locke die worden er echt in vastgelegd. En dan zie je bijvoorbeeld ook dat die scheiding van de machten, die trias politica, die Montesquieu zo belangrijk vond, dat die daar ook in vastgelegd wordt.